De nieuwbouw en renovatie, restauratie van het gemeenschapscentrum Drink in Anderlecht bestond erin om eigenlijk toch een redelijk dens cultureel programma op een historische plek in Anderlecht te organiseren. Het is op het Dapperheidsplein, de Place de la Vaillance, met zeer veel historische gebouwen en een hoekpand dat we moesten integreren. De grote uitdaging lag er eigenlijk in om de hoofdingang op dat Dapperheidsplein te krijgen. Uiteindelijk hebben we de gevel bewaard, hebben we wel de hoofdingang op het Dapperheidsplein kunnen realiseren. En vanaan die hoofdingang vertrekt eigenlijk een grote binnenstraat die tot achteraan het perceel loopt. En door de afwisseling van binnenruimtes en buitenruimtes krijgen we een compact centrum dat ontsloten kan worden via zijn binnenruimte, maar dat ook ontsloten kan worden en bereikbaar is vanuit de buurt. En zelfs in die mate dat het Dapperheidsplein als een soort foyer dient voor dat nieuw gemeenschapscentrum.